Dear you, I'm gonna tell you quite a special story. It all starts with a locked box. Once upon a time, I went on the holiday of my dreams. Of course, I filmed a lot of footage because I love making videos. But before I could edit it, the person I went with broke my heart. So the footage was lost in pain and could have been. Until now. Because I went on this journey. I captured beautiful moments and I want to enjoy them and share this beautiful city with you. Maybe I can even inspire you if you're going through a difficult journey of your own. So, I present to you Budapest. Keep in mind that this trip was 5 years ago. If you are currently crying over someone and nursing the stab wound in your back, I understand that you might find the concept of this video a bit odd. But know that you'll be okay. This is a difficult journey, but at the end of the ride there's a lot of growth. You'll get back those pieces of you and create even more. Fancy uitzicht. Kijk dan, de leuke raampjes. Net out of bed look. One of my favorite things in Budapest is the Great Market Hall. I've never found a market this atmospheric. They also had these fruit bowls for 3 euros or something, so I bought them every day as a healthy snack on the way. Then we went to Sziget. That's a little island in the middle of the river, dividing Buda and Pest. On Sziget, there is my most favorite thing, the dancing fountain. And of course also this guy. Thank you.
god. Tot zover een mooie transitie. I'm just a bit hangry and tired. Nou, goed. Het was harde pasta met hier en daar wat groenten. Echt een paar groenten. Ik dacht, dat was het. En het smaakte niet naar pesto. En het was heel vies. Het was gewoon alsof je het ja, een keer opwarmt en denkt, oh, ik had het toch niet op kunnen warmen of zo. We gaan zo meteen de grot in. En we zijn gelukkig op tijd. Daar ben ik heel blij om. We hebben wat instructies, dingetjes gekregen in het Engels. Want het wordt in het Hongaars. En we gaan blijkbaar 400 trappen en een 7 meter lange ladder beklimmen. Dus dat wordt heftig. De omgeving is gewoon heel cutesy. Gewoon heel bijzonder. Kijk dan. Leuk. I was working on my confidence and my posture at the same time. I can safely say that after 5 years, I still sit like an old lady. És az első terem az itt a lépcső ajánlás. Just on the ceiling, they were actually formed by the CO2 content of the water. So firstly we have Snow White and the seven dwarfs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So that is the group of Snow White and seven dwarfs. But we have also little Red Riding Hood over there with two baskets in front of her. She's going to the grandma. You can see the house of the grandma over there. You can see the chimney. Yes, here is the never-ending sea with some frogs on the top. And here we have the Niagara Falls. Is dit een hele diepe? Een hele diepe? Een hele diepe? Dit is de ingang voor de vleermuizen. En die kunnen dan hier zo naar binnen. En dan kunnen ze hun winter zeg maar hier besteden. Dus dit is de vleermuisdeur. Dan moet ze zo aankloppen. En dan gaan ze erin. Ik wist niet dat je ging filmen. Ik probeerde zeg maar mee te kijken met je filmpje van dat. Ik weet niet meer dat liedje dat ik de hele tijd zeg. Dit is het liedje. Zie ik er moe uit op de camera. Toekomst Femke, zeg even ja of nee.
Ja, ik ben het ermee eens. Ja, jij ziet er ook goed uit, dankjewel. Leuk, nice talk. Bam! Bam! Ik denk dat ik gewoon een beetje zie. Oké. Okay. Heel cool lepeltje voor mama. Dat is echt heel tof. En hier zijn ook hele leuke dingetjes. Dit is voor Freek, omdat ik een Victoriaans uitziende kaart wilde. Gisteren was ik mijn extra batterij vergeten, dus daarom stopte het filmpje waarschijnlijk best wel abrupt. En vandaag, wat gaan we vandaag weer doen? Oh ja, we gaan zo meteen naar de mooie gebouwenstraat. Andrassy Utka. En, of Andrassy. Andrassy Utka. Zo, ik ga zelf filmen terwijl ik de trap oploop. Dus dat wordt een eigen filmpje. Maar ik ben daar net in mijn eentje naar iets geweest. Naar een park. Ferrento, zoiets, iets met F. Oh, ik ga niet lopen. En zelfnood, ik vind het echt super leuk om in trammetjes te zitten. En gewoon lekker voorbij te gaan, voor als ik moe ben. En dan vooral op een stukje waar ik de stad nog niet heb gezien, is zo avontuurlijk. En ik hoef niet te lopen. Dus dat was wel heel chill. En op de terugweg zag ik een zwerver, dus die gaf ik mijn koekjes die ik nog had. En die pakte het zo tussen zijn handen en dan zo op zijn hoofd zo. En dat vond ik wel schattig. Dat maakte... Oh, dit is een licht dat reageert op beweging. Shit. Oké. Maar dat maakt mijn dag wel. Dus, bye bye. Vandaag heb ik mijn Aurora outfit aan. Look at it. So cute. We gaan vandaag naar de natuur toe. En we gaan met de stoeltjeslift. There is a railway in Budapest called the Children's Railway. The tickets are checked by children to teach them responsibility and teamwork, and it's very cute and it's a beautiful ride through the trees. Oh no! Oh no!
no. It's just a flat surface. Come on, you can do it. This is my salamander. I hate salamander. Hallo salamander. Oh, hij is echt heel erg mooi. Wow. We finally found the thing. It is over there. Darling, you've got the whole world in front of you. It's there for you, even when it might feel cold at this particular moment in your life. It's okay to take a rest, to take a period in your life where it's been too much, and take all the time you need to gather your courage and process the lessons. Because you will fly again. Step by step, you will gather your strength and feel whole again, because you are surrounded by love, from family, from your friends. There is even love in strangers enduring their own little moments, maybe smiling at you when you meet them along the way. This all might sound very cheesy, but it's this kind of hopefulness that really helped me, to see the beautiful art that people can make because of strong emotions. It sparked that flame of creativity in me and warmed me up again. I've learned that love is the greatest force, but you should let go if respect isn't served. That's also love, self-love. You can love people with all your heart, but it's the most important thing to never lose sight of yourself. The greatest bonds are built on communication. If you want to communicate well, you have to know what page you are on. You have to get to know yourself like you would with a friend. It deepens the love you already had. And when I look back at these videos, I fall in love all over again with the beautiful person I still am.